Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jantine van Vrolijk Haakmeisje. En het is alweer tijd voor de volgende vlog. Ik ga vandaag laten zien de projecten waar ik mee bezig ben. Ik ga de babykamer laten zien, want het behang zit erop. Het zit helemaal, alle muren zijn klaar. Ik ga vertellen over mijn verjaardag afgelopen zaterdag. Ik heb ook hele leuke cadeautjes gekregen. En natuurlijk de verloting van het borduurpakketje van Edna. Wat ik de vorige keer, eigenlijk twee filmpjes geleden al liet zien. Nou, ik sta nu met mijn rug naar de woonkamer. Daar rondom het kacheltje, daar liggen al mijn cadeautjes. Maar ik ga nu eerst even op weg naar de babykamer. Achter mij is de voordeur, de kapstok en dan loop je zo de babykamer in. Die is dus beneden. En kijk, er staat al een hele lekkere stoel. De gele stoel van de IKEA. Ik moet hem alleen nog even reinigen. Maar goed, dat heeft geen haast. Het lijkt me een heerlijke stoel om op te voeden. Maar ook later lekker een boekje op te lezen. Even knuffelen voor slapen gaan. Nou, dat. Dan zijn er twee wanden roze. Dat is de kleur Belofte. Een mengverf van de Gamma. En de andere wanden, daar zit hartjesbehang op van de Kwanten. Nou, vorige filmpje liet ik zien dat ik daar begon en net voorbij het raam kwam. En ik ben nog twee dagen bezig geweest, nou niet twee hele dagen, maar twee momenten om het behang af te maken. Nou, het was een hele klus. Het ging niet allemaal vanzelf. Ik zal niet in detail treden, maar het zit erop en ik ben tevreden. En het is gewoon heel schattig. Kijk, ik vind die combinatie heel leuk van dat roze en de hartjes. Nou, het zonnetje schijnt hier lekker naar binnen. Ik zal even kijken of je een beetje naar buiten kan kijken hier. Ja, lekker weertje. Oh ja, en Niels, mijn man, die heeft ook nog de nieuwe lamp opgehangen. Kijk. Leuk hè? Die is ook van de Kwantum. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar bij de Kwantum hebben ze dus deze lamp. Echt zo leuk! Dus ja, nu is het nog een commode scoren en een ledikantje. En ik heb nog een leuk vloerkleed op mijn verlanglijstje staan. En dan is de babykamer klaar. Er staat al één decoratiedingetje. Een nijntje, want ik ging de zolder laatst opruimen. Met Koningsdag wil ik wat gaan, wat spullen verkopen op een rommelmarkt. En deze belandde bijna in de tas rommelmarkt. Maar daar was de rest van het gezin het niet zo mee eens. Die zei, dit is leuk voor de baby. Hij was ooit van Linten. Dus hij is nu gewassen en die staat ook klaar. Ik vind hem toch ook wel heel schattig. Dus, nou, project babykamer. Zo goed als klaar. Die meubeltjes, dat is natuurlijk verder het werk niet. Yes! Nou, ga ik weer terug naar de woonkamer. Zo, ik heb hier al wat klaargezet om te laten zien van de projecten waar ik mee bezig ben. Maar ik dacht wel even een paar cadeautjes showen die ik heb gekregen. Want ik had bijvoorbeeld op Insta al een keer gevraagd om inspiratie voor een verlanglijstje. En toen reageerden er ook veel mensen van, oh nou, deel die inspiratie maar. Want ik weet zelf ook niet zo goed wat ik nu weer voor mijn verjaardag moet vragen. Dus, nou, wie weet, heb je er wat aan. Dit gave cadeau kreeg ik van mijn gezin. Een e-reader, die wilde ik al heel graag. Bijvoorbeeld voor op vakantie, maar ook gewoon ja, rondom huis. Dan hoef je geen dik boek mee te sjouwen. Of als er van de zomer de kinderen lekker willen zwemmen in het Lingebos wat hier vlakbij is. Nou, neem ik mijn e-reader mee, kan ik lekker lezen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Een ander grappig cadeautje wat ik op mijn lijstje had staan, is een oorbellenrekje. Want ik had al mijn oorbellen altijd in een heel klein blikken doosje zitten. Oh, die zal ik zo laten zien. En dat hoeft nu niet meer, want ik heb dat rekje gekregen. Hoe leuk.
Alle oorbelletjes eraan. Twee gaatjes leeg voor de oorbellen die ik nu draag. Het past ook gewoon echt precies. Nou ja, ik heb ook wel gelijk kritisch gekeken of alle oorbellen konden blijven. Nou, dit mocht sowieso blijven. Nou, helemaal blij. Het blikje staat hier nog. Kijk, een heel schattig Oilily blikje wat ik al vanaf dat ik kind ben heb. Daar zitten hier zitten dus nog wat oorbelletjes in die Ninte misschien nog wel wil en anders gaan ze weg. Maar heel schattig blikje. Even kijken wat ik nog meer ga laten zien. Even snel dit gave pakket van Lego. Je ziet hier de bosbloemen staan. De wildflowers zijn dat volgens mij. Wildflower boeket. En nu heb ik de tiny plants gekregen. Die stond op mijn verlanglijstje. Dus die vind ik erg leuk. Maar bijvoorbeeld wat ik er ook op had gezet waren sokken van de Hema. Met bloemen in allemaal leuke kleurtjes. Kijk. En er staat ook echt de dag van de week onderop. Nou, daar ga ik me niet aan houden hoor. Ik trek vooral elke dag aan wat ik die dag leuk vind. En wat ik als laatste ga laten zien. Ik heb nog meer leuke dingen gehad hoor. Leuke goodies van de Hema. Een cadeaubon van de Hema. Een lekker luchtje. Dat is dit boek. Die had ik op mijn verlanglijstje staan. En daar ben ik heel blij mee. Want ik vind die kip zo leuk. En dat konijntje. Deel 1 en 2 heb ik. Je hebt vast wel eens een van de knuffeltjes langs zien komen in een filmpje van me. Want ik heb er inmiddels, ik denk wel 8 gehaakt al in totaal. Dus nou, ik kan weer verder uit dit boek. Het wordt een hele collectie. En ik vind dit wel echt, dit zijn wel echt mijn lievelings amigurumi. Kijk dan, deze. Ook al zo leuk. Dus ik weet nu al dat ik de zeemeel heel leuk vind. De kip, het konijn. Nou, weet je, ik ga zitten en dan laat ik het even zien. Net zo makkelijk. Zo, nou, ik ben er even lekker bij gaan zitten. Zodat ik dit boek even ietsje beter kan laten zien. Het is het boek Pika-Pau 3. Geschreven door Jan Schenkel. En geen idee of je ook echt Schenkel zegt. Dat zal wel niet. Maar ze heet op Insta bijvoorbeeld, heet ze Pika-Pau Jan, met Y. Ik zal eens even de bladzijde opzoeken waar alle diertjes staan. Ze zijn echt ontzettend leuk allemaal weer. Ik heb het idee dat deze allemaal iets meer pastelkleurtjes zijn in dit boek. In de vorige boeken, valt ook wel weer mee. Heel veel streepjes zie ik in de ontwerpen. Even kijken, dit konijntje vind ik ongelooflijk. Moet ik heel scherp stellen. Dit konijntje vind ik heel leuk. En deze zeemeel. Even kijken. Dit struisvogeltje vind ik ook heel schattig. Die slak, die vond mijn gezin ook vooral echt heel erg geinig. Daar ben ik vanzelf wel weer iets minder fan van. Ook de walvis vonden ze heel leuk. Dat vind ik zelf dan ook weer net niet iets minder. Maar goed, maakt niet uit. Dan de kip vind ik echt super. De koe vind ik ook echt super gaaf. Kijk hoor, dat ietsje beter kan zien. Echt heel leuk, dat bolle buikje. En dan, ja, echt heel gaaf gedaan. Dus nou, ik heb hier inmiddels in dus wel 1, 2, 3, 4, nou ja, zeg 4 à 5 favorieten weer in dit boek. Dus er komen er zeker weer een aantal bij. Ik ga binnenkort eens even wat katoentjes bij elkaar zoeken voor een van deze leuke dieren. Nou, ik vind dat heel leuk om voor mijn verjaardag dan 1 haakboek of soms zet ik er 2 of 3 op. Of een breiboek te vragen, want ja, ik vind het toch leuker om zoiets te krijgen dan om dat zomaar zonder reden te bestellen of zo. Dus heel leuk. Even kijken of ik dat neer ga leggen, want ik heb zoveel. Zo, er liggen hier allerlei spullen omheen. Dat zag je net misschien al. Even kijken, waar ga ik mee beginnen? Ik heb niks echt af.
Ben vooral met dingetjes bezig en nieuwe werkjes gestart. Dus ik ga gewoon lekker alles door elkaar een beetje laten zien. Afgelopen zaterdag was ik dus jarig. En ik werd 29 jaar, mijn laatste jaar als twintiger. Nou, daar ben ik verder helemaal oké mee hoor. En we zaten er wel een beetje over te dollen. Dus de volgende ochtend kwam Jelte mij wakker maken. Mama, vond je een leuk feestje, zei hij. Zei ja, ik vond het een superleuk feestje. En hij zei ook, vind je het niet erg dat je een beetje oud wordt, zei hij. Dus ik moest wel heel erg om lachen. Ik zeg, nee hoor, het is helemaal prima. En het is gewoon leuk om jarig te zijn. En dat cijfer, dat zegt verder, nou ja. Ja, tik door. Maar als je jarig bent en je bent lid van Gek op Haken, dan krijg je altijd een verjaardagscadeautje. Even uit de envelop kiepen. Dus ik werd verrast met een verjaardagscadeautje. Niet omdat ik lid ben van Gek op Haken, maar omdat ik ontwerper ben van Gek op Haken. Dat vond ik ook echt ontzettend leuk. In de envelop zit dan een patroontje. Ik moet eigenlijk niet te veel weggeven. Het patroontje staat op de achterkant. En dat is deze keer, dit jaar, een verjaardagsdoosje. Een doosje met een dekseltje. En ik vind dat gekleurde knopje op het dekseltje ook erg schattig. En op de achterkant staat dan een klein patroontje waar je dat mee kan, hoe je het moet haken. Vorig jaar heb ik het ontworpen. Dit jaar is die ontworpen door Marijke van den Broek. In de envelop zitten dan ook meteen drie kleurtjes katoen, waar je dan het doosje mee kunt haken. Nou, ik heb zelf ook een hele voorraad katoen, dus misschien dat ik ook wel nog wat andere kleurtjes uitkies. Maar ik vind dit wel bij elkaar hele snoepige kleurtjes. Echt super schattig. Even kijken hoor, ik vind één foto op de achterkant ook heel leuk. Waarom moet ik niet het patroon laten zien? Even kijken, corso. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld die lichtblauwe met wit en dan een fuchsia kleurig bolletje. Die vind ik ook wel echt heel erg leuk. Hele leuke kleurencombi. Nou, en dan zit er nog een leuk verjaardagskaartje bij. Dus Gek op Haken, dankjewel voor dit leuke cadeautje. Erg leuk om dat al te krijgen dan in de week voordat je jarig bent. Zo, die ligt daar nu. Hopla. Dan een project waar ik echt heerlijk aan heb zitten haken. Dat zit in dit tasje. Dat is mijn deken met de adventkalender. En het is echt al een heel groot dekentje aan het worden. Want kijk maar in de schaal. Oh, de knik erin. In de schaal had ik alle 24 bolletjes zitten op kleurvolgorde. En er zitten er nu nog maar 7 in. Dat betekent dat ik al met mijn 17e kleur bezig ben. En dat er hierna nog 7 komen. En deze kleurtjes liggen nog te wachten. Ik ben nu met het kleurtje bezig wat hiervoor zit. En dan gaan we zo via lichtroze, roze, lila, richting paars en dan nog richting blauw. Helemaal leuk. Dan ga ik laten zien hoe ver die nu is. Dit bolletje ben ik nu mee bezig. Even kijken hoor. Oh, ik leg de haaknaald even daar, anders rolt hij zo weg. En die vind ik ook weer echt super schattig. Die heb ik op mijn verjaardag aangehecht. Er zitten echt heel veel kleurtjes in. Lichtblauw, neongeel, lichtroze, een beetje aqua, wat wittig, heel schattig. En, oh, moet ik die uittrekken? Het bolletje gaat ook even daarin. Dan kan ik even laten zien hoe die haakt. Kijk, ik heb daar hier nu tussen mijn vingers 2 toeren mee gehaakt. Ontzettend leuk. De vorige keer was ik volgens mij bij het groen. Dus, nou ja, dan heb ik er toch alweer 3 of 4 kleurtjes weer bij gehaakt. Echt ontzettend leuk. Dit was echt een heel gaaf kleurtje. Die vond ik echt fantastisch.
Die waar ik nu mee bezig ben ook. Dat zijn natuurlijk allemaal leuk, maar je hebt dan toch wel een paar van die favorietjes. Hier zo, deze vond ik ook fantastisch. En er komen er gewoon nog meer hele leuke aan. Ik zal eens even kijken. Kijk, zover ben ik nu. Ik kan het nog net in beeld laten zien. Leuk hè? Dus dit is de adventkalender van Crealine Design van afgelopen december. En ik vind hem heel schattig. Die wordt voor de baby. Voor de babykamer is die misschien wat heftig qua kleurtjes. Maar nou, misschien ook wel niet. Dat zie ik dan vanzelf ook. Ik vind hem in ieder geval heel erg leuk. Dus daar heb ik de smaak echt alweer van te pakken, van dat dekentje. Een ander dekentje waar ik mee bezig ben, maar wat niet zo erg wil vlotten, dat is mijn temperatuurdeken. Temperatuurdeken naar het patroon van Edna. Met de Tilda haak ik die. Ik zal de bolletjes even rechtop zetten, dat is wel leuk. Ik heb nu even de eerste 8 kleurtjes apart in een mandje gedaan. Even kijken hoe ze wel echt door elkaar gehusseld. 1 en 2. 3 en 4. 6, 7 en dan 5. 6, 7, 8. Ja. Zo horen ze. Uit. Deze kleurtjes zijn de kleuren die ik nu vooral gebruik in januari, want dat zijn de kleuren tot, nou ja, zeg maar tot 12 graden, 13 graden ongeveer. Dus dit zijn echt de koudste kleuren, van min, nou ja, zover als het kan, min 10 of zo, tot 13 graden in de plus. Nou, zijn niet echt allemaal mijn lieve lievelingskleuren, maar wel kleuren die ik heel mooi vind. Alleen bij elkaar, ja, is het wat donker. Ik meng het dan, mix zo'n kleur blauw dan liever lekker met roze en met geel. Ja, die komen pas veel later in de temperatuurdeken naar voren. Ja, ergens in, nou ja, misschien die dagen van gisteren en eergisteren dat het zo lekker warm was. 20 tot 25 graden of nog warmer van de zomer. Maar nu zal ik het toch echt met deze kleurtjes moeten doen. Misschien dat hij daarom ook wat vertraagt. Maar het is ook een deken die niet per se heel snel weghaakt. Omdat je per stuk werkt. Het is natuurlijk geen strependeken of iets. En je moet ook steeds goed kijken in het schema waar je het volgende figuurtje aan moet haken. Maar inmiddels ben ik toch wel bij 28 januari. Dus nog 3 dagen van januari. En dan is de eerste maand compleet. Kijk, je ziet het, die kleuren. Ik vind het wel heel mooi worden hoor. Nu heb ik voor de join al een makkelijkere manier gevonden. Waar je alleen in de hoekjes steeds met een halve vaste aanhecht. En niet elke steek dat moet doen. Vind ik ook helemaal prima. Maar goed, ik ben er de afgelopen tijd wel weer wat meer mee bezig geweest. Hij staat nu ook echt in het mandje naast me, zodat ik het kan pakken en iets sneller ermee door kan. Dus ik wil deze week in ieder geval de maand januari afmaken, zodat ik nou ja, wel in april nog aan februari kan beginnen. Maar misschien februari ook wel afkrijg. Anders ga ik wel heel erg achterlopen. Nou, wel leuk om te zien hoe het per dag, per week verschilt van temperatuur. Dus dat is dit dekentje. Dus even kijken. Oh ja. Ik heb leuke post gekregen. Van Langyarns. Ik ga heel even iets uit de tasje aan, want ik ben al begonnen met een project. Nu stop ik even één bol van in de doos, zodat ik het allemaal in één keer kan laten zien. Ik was benaderd door Langyarns of ik het leuk vond om mee te doen met de blogger
box, ik weet niet of ze het zo noemen, of een soort ambassadeursdoos, die dan eens in de zoveel tijd rondgestuurd wordt. Vol met garen wat nieuw is of wat leuk is om in die periode te promoten. Nou, dat vond ik echt ontzettend leuk en daar zei ik ja tegen. En inmiddels heb ik zo'n doos ontvangen, wat ik echt heel leuk vond, want ja, het was precies de week voor mijn verjaardag. Plus, ik had natuurlijk best wel wat narigheid achter de rug met mijn valpartijen. Dus het was helemaal leuk. En het is een hele kleurrijke doos geworden. Dit zit er namelijk allemaal in. Van deze is er nog een bol. En daar ben ik al lekker mee aan het breien. Dat ga ik zo laten zien. Er zitten twee bollen in van de Wool Addicts Bliss. Die zijn een beetje roomwit. Daar heb ik ook al een plannetje mee. Bij deze jurk bijvoorbeeld kan ik prima een vestje gebruiken. Nou weet ik niet of twee bollen genoeg is, maar dan bestel ik er gewoon een paar bij. Dus daar wil ik iets van een vestje mee maken. Dit is de Longyarn Secret Garden. En het grappige is, die heeft exact dezelfde samenstelling als deze wol. Het is namelijk ook 50 gram 240 meter. En het is net als die andere 84% katoen en 16% nylon. Nou, je zou het niet per se verwachten van katoen, maar hij is heel zacht en heel fluffy. En hier ben ik dus ook een vestje mee aan het breien. En als dat leuk uitpakt, als dat goed lukt, dit wordt een vestje met korte mouwen trouwens. Waardoor ik denk ik aan twee bollen wel genoeg heb. Het wordt ook een vestje tot net onder de borst waar ik hem met twee koorden wil strikken. Zo'n soort, nou ja, bijna een omslagvestje, zoiets. Dus als dat lukt met deze wol, dan ga ik hetzelfde idee ook met de witte wol doen. Maar dan misschien met lange mouwen. Dan heb ik twee bollen Wool Addicts Artsy. Dat is... Ik heb nog niet gekeken wat het precies is. Dat is 67% katoen. En 33% acryl. In hele felle kleurtjes. Daar heb ik nog niet per se een idee van wat ik ermee wil. Maar dat komt vanzelf. Ze zijn in ieder geval lekker bont gekleurd. Heel vrolijk. Ga ik nog even over nadenken. En in het middelste doosje, daar zit een doosje met 6 hele vrolijke kleurtjes. En dat is de Oceania, Longyarns Oceania. Dat is 70% katoen en 30% viscose. In hele schattige en vrolijke kleurtjes. Daar heb ik ook al een leuk ideetje mee. Al hoop ik dat dat wel goed uitpakt. Ik zal je vertellen waarom. Oeps. Ging goed. Dit projectje ga ik dus zo laten zien. Maar eerst wat ik met die 6 bolletjes wil. Ik heb dit witte kussen. Nou, dat heb ik de vorige keer ook al laten zien. Op ons bed hebben wij altijd 2 sierkussentjes. Daar zaten donkergroene hoesjes omheen. Die vond ik niet meer passen. Ik dacht, ik haak wel even 2 hoesjes. Maar dat valt een beetje tegen. Ik liet de vorige keer al zien dat ik bezig was met een hele grote bloemengranny. En ik ben nu zo ver daarmee. Hier moet er nog een toer of 4 omheen. Dan is die groot genoeg. Ik denk dat ik nog 3 toeren met mintoel en dan nog 1 toer bijvoorbeeld met geel. Zodat dat weer terugkomt. Een combinatie met geel en mint. Nou. Zo op beeld vind ik hem wel leuk, moet ik zeggen. Maar ik bekeek hem net weer even toen ik dit ging pakken. Toen dacht ik, ik weet het niet. Ik weet niet of ik hem wel heel erg leuk vind. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik met die 6 gekleurde bolletjes hier een kussenhoesje op maken. Maar ja, nu ik het zo zie, ga ik toch weer twijfelen. Oh, lastig.
Ik vind het toch wel heel leuk. Ik denk dat ik deze in ieder geval af ga maken. Want ik heb twee kussentjes. Dus eentje ga ik dan met deze doen. Maak ik dit gewoon af. Vier toeren is natuurlijk ook zo gebeurd. Met één kleur, dus dat gaat heel snel. Twijfel. Deze hoes haak ik met de durabele comfy. En dan met een dubbele draad. Dus ik pak de midden- en de buitendraad. Zo, de binnen- en de buitendraad. En die haak ik samen. Met lekkere dikke haaknaald van 6 mm. Gaat dat best heel snel. Nou, ik denk dat ik deze toch maar even af ga maken. In ieder geval één kant. Het idee wat ik met die bolletjes van Longyarns had, dat zag ik vanmorgen in een filmpje bij Martine de Recht. Ook een tip trouwens voor leuke vlogfilmpjes. Zij haakte granny squares gewoon in één kleur. Dus ze had een hele stapel roze, een hele stapel geel, een hele stapel lichtroze en oranje. En toen dacht ik, hé, die kleurtjes die lijken wel op die kleurtjes die ik in die doos had. Toen dacht ik, waarom haak ik hier geen granny squares van? En dan niet met elke toer een andere kleur, want dan moet je zoveel wisselen. Kijk, dat vind ik wel heel leuk. Maar dan heb je ook heel veel afhechtdraadjes. En ja, zit je altijd met je schaartje, moet je nieuwe draadje. En eigenlijk dat als ik zo gewoon in één kleur doe, dan gaat het een stuk sneller. En als ik er dan 9 aan één kant doe, dus zeg maar 3 bij 3... Of 4 bij 4. Kijk, dan heb je gewoon ook vrij snel een kussen gehaakt. Dus ja, nu twijfel ik. Maar wat ik ook nog zit te denken is, ik kan natuurlijk ook één kant granny squares doen. En de andere kant die bloem. Dan kan ik het gewoon afwisselen. Net waar ik zin in heb. Daar ga ik nog even over nadenken. In ieder geval kan ik hier natuurlijk wel wat granny squares mee gaan haken. En kijken hoe dat uitpakt. Ze adviseren naald 3,5-4. Dan zou ik dan denk ik 3,5 pakken. Want het is een vrij dun draadje. En dan ga ik hier gewoon eens wat granny squares van haken. En kijken of dat leuk is om een kussenhoes mee te maken. Nou. Dat kussenhoesverhaal dat wordt in ieder geval nog vervolgd. Camera. Zo. En dan was ik dus één nieuw projectje gestart. Met dat bolletje wat ik liet zien. Met deze, de Longyarn Secret Garden. En ik ben heel slim geweest. Slim. Voor ik begon heb ik even een proeflapje gebreid. Om te kijken hoe 10 bij 10 centimeter uitkomt, hoeveel steken en hoeveel naalden met 5 mm. Want nou, ik heb gewoon een greep gedaan in mijn breinaalden etui en ik zag dat 5 mm nog op een kabel zat. En ik wilde gisteren gewoon snel aan de slag. Dus ik dacht, nou, daar brei ik een proeflapje mee. En dan kijk ik even of ik dat een goede stekenverhouding vind. En hoe 10 bij 10 centimeter dan uitkomt. Nou, nu ik ermee bezig ben, twijfel ik wel over de steekverhouding. Het is vrij los. Ze adviseren een breinaald 3,5-4 ook, net als die andere bolletjes. Kijk, dit, zover ben ik nu. Maar ik denk dat het ook wel prima is, want het wordt een zomers vestje met korte mouw. Dus het hoeft ook niet heel... Oh, die zal een steek, zie ik. Dus het hoeft niet heel stijfjes gebreid te worden. Het mag luchtig zijn. Dus ik denk dat ik het toch wel, ik ga er toch mee verder. Nou, ik heb een raglan opgezet. Begonnen dus met de steken op te zetten tot hier. Dus ik heb eigenlijk 4 raglan meerderingen gemaakt. Met steken daartussen van de nek. Steken daartussen van de mouwen. En dan naar de laatste raglan heb ik maar een paar steekjes opgezet. Want ik wil een V-als creëren. Dus nu ben ik gaan breien. Ik heb eerst een verkorte short rows voor de nek gebreid. Verkorte toeren. En nu ben ik steeds heen en weer aan het breien. De averechte toer doe ik niks bijzonders.
En in de rechte toer meerder ik dus steeds bij de raglan. En om en om de even toeren meerder ik hier aan de voorkant. Dus ik zal even over mijn schouder leggen. Ik kan een beetje zien hoe ver ik ben. Kijk hoor. Dit is de tweede. Nou, zover ben ik nu dus. Gisterenmiddag, uur of vier of zo, heb ik dit opgezet. Ben ik er een poosje mee bezig geweest. Vanmorgen heb ik een paar toertjes gebreid. Gisteravond een paar. Nu is het natuurlijk wel zo dat elke toer gelijk 8 steken langer wordt. Dus je merkt wel dat het iets minder snel gaat. Maar het is wel heel leuk. Dus ik ga nu gewoon een heel eind verder tot de raglan, zeg maar, hier is. Iets verder misschien nog wel. Dan zet ik de mouwen apart. Breid ik nog een heel kort stukje tot ik echt voorbij de borsten ben. En dan hoop ik dat de punten elkaar hier al gaan raken. Dan kijk ik even hoe ver ik nog recht ga. Of daar nog iets van een boordje aan de onderkant komt. Of niet. Ik heb een punnikmolentje. Die leen ik van mijn moeder. En dan ga ik kijken of ik daar een heel lang punnenkoord mee kan maken. Of 2 koorden die ik hier aan de punten vooraan vastmaak. En waar je hem dan mee kunt strikken op de rug of gewoon hiervoor. Dat is het idee. Ik heb een hele mooie linnen jurk gekocht. In een beetje deze kleur. Een beetje roestroos. Zo, ik ben opeens een beetje verkouden. En daar had ik dus niks bij. En het is een hele mooie jurk. Linnenjurk is het. Helemaal tot de grond. Mooi gerimpeld boven de buik. Maar hij heeft dus wel spaghettibandjes. Of in ieder geval dunne bandjes. En ja, ik mis daar precies een vestje bij. Of een shirtje of een topje. Een dingetje. En daar wordt die. Daar ga ik hem voor maken. Dus ik ga er wel een beetje gas op geven. Want ik heb er niet veel aan als die pas over 5 weken klaar is. Want ik ben al 25 weken zwanger. En die jurk die wil ik nu juist graag dragen met een vestje. Dus het idee is dat ik dit lekker even snel ga doen. Nou, ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Het lukt tot nu toe in ieder geval erg goed. Het patroontje zit al een beetje in mijn hoofd. En dan ga ik er lekker snel mee verder. Elke dag een stukje en dan komt hij vanzelf. Hoop ik met een week of 2 dat hij dan af is. Nou, nu heb ik volgens mij wel alles laten zien wat ik wilde laten zien. Nou, mocht ik iets vergeten zijn, dan komt dat gewoon de volgende keer weer. Waar ik natuurlijk nog wel even aandacht aan ga besteden is het borduurpakketje. Borduurpakketje van Edna, wat ook in de doos zat. Bij wat ik de vorige keer liet zien. Kijk, deze kleurtjes zitten erin. En een patroontje van deze 3 bloemetjes. En ik vertelde de vorige keer dat ik zelf eigenlijk niet zoveel heb met borduren. Oh, ik zie dat er zelfs een naald in zit ook en stof. Dus het is echt een compleet pakketje. En ik zei eigenlijk toen spontaan zo van, nou, wie weet is er hier iemand die het leuk vindt om dit te krijgen. Die er wel lekker enthousiast mee aan de slag gaat. Want bij mij zou dit echt op zolder belanden en daar blijven liggen. Nou, er werd enthousiast op gereageerd. Echt heel erg leuk, heel veel leuke reacties. Sowieso kreeg ik heel veel leuke reacties, ook op het vorige filmpje. Ook op het filmpje waarin ik vertelde over de pech en de ongelukjes die ik allemaal heb gehad. Heel lief dat er zo meegeleefd wordt. Echt heel leuk. Maar goed, dit pakketje. 1 iemand kan maar de winnaar zijn. En ik heb al een briefje getrokken van tevoren. De winnaar is Jacqueline Creatief. Jacqueline Creatief. Bedankt voor je leuke reactie. En je mag contact met me opnemen en het is denk ik, als je Instagram hebt, het handigst
om dat even via Instagram een privéberichtje te doen. Want dat heb je hier op YouTube niet. Dus stuur me even een berichtje op Instagram. En dan zorg ik dat dit leuke pakketje binnenkort bij jou op de deurmat valt. En alvast veel plezier ermee natuurlijk. En gefeliciteerd. En heb je nou niet gewonnen? Nou ja, dan hoop ik dat je toch lekker kunt handwerken. Dat je leuke projectjes hebt om mee bezig te zijn. Dat je lekker geniet van het mooie weer. Tenminste de afgelopen dagen. En vandaag is het mooi weer. En dat je de volgende keer weer gezellig meekijkt. Dit was mijn filmpje. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg! Ik kwam nog een paar hele leuke foto's tegen die ik natuurlijk ook nog wilde laten zien. Hier werd ik 's morgens wakker gemaakt door de kinderen met allemaal leuke cadeautjes en knutsels. Daarna gingen we snel naar het zwembad. Daar moesten we al om 8 uur zijn, want Ninte, onze dochter, mocht afzwemmen. Zo tof, ik ben zo trots. Ze heeft een A-diploma gehaald. Echt superleuk. Daarna haalden we het gebak op bij de HEMA en haalden we gelijk iets extra's om thuis lekker bij de koffie te kunnen opeten. 'S middags ben ik lekker gaan haken in de tuin, trok ik die linnen jurk aan, kijk die zie je hier ook een beetje, en genoten we van het lekkere weertje. Daarna gingen we 's avonds eten bij Happy Italy. Nou, ik ben dol op Italiaans eten en ik was jarig, dus ik mocht kiezen. Nou, zie me genieten. 'S avonds vierden we mijn feestje in de tuin. Het was super gezellig met heel veel visite. En op zondag ging ik lekker aan de slag met een cadeautje wat ik helemaal net ben vergeten om te laten zien. Namelijk de Japanse kersenbloesem van Lego. Nou, ik maakte gelijk foto's bij de kersenbloesem in onze tuin. Helemaal leuk natuurlijk. Vanmorgen startte ik lekker met koffie en een breiwerkje. En ik heb wel lekker wat gerommeld in huis. Filmpje opgenomen. Wat weer heel erg leuk was om te doen. Dankjewel voor het kijken. En nu rond ik hem echt af. Tot de volgende keer. Doei!